Vandaag reden er behalve de bekende sprinters van de NS ook historische treinen op het traject tussen Hoek van Holland en Rotterdam. De belangstelling voor die bijzondere ritten in het kader van het afscheid van de trein op dit traject was groot. In de nacht van vrijdag 31 maart op zaterdag 1 april zal de allerlaatste trein naar Hoek van Holland rijden. Daarna wordt het spoor omgebouwd en zullen er vanaf september metro's van de RET op de Hoekse lijn rijden.